Nog minder dan 4 weken en dan lopen tienduizenden mensen weer door de regio voor de Nijmeegse Vierdaagse. Onder hen ook weer vele militairen die zoals gebruikelijk zullen overnachten op Heumensoord. Inmiddels wordt er al hard gewerkt aan de opbouw van het militaire tentenkamp. In deze feesttent marcheren straks duizenden militairen naar binnen voor een welverdiend biertje na 40 kilometer wandelen. Op kamp Heumensoord slapen zo'n 7000 militairen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. In een korte tijd wordt het hele kamp opgebouwd. Maar als we hier echt gaan bouwen, dan gaan we tenten bouwen. Zodra de tenten klaarstaan en er zit een zeil in, dan gaat van ons de verlichtingsploeg erin. Gaan we de verlichting ophangen. Dan gaan de mensen in die gaan bedden en matrassen plaatsen. Dan gaan er weer mensen in die gaan de kamertjes maken, zeg maar. En dan gaan we verder inrichten. En dan komt de vloerbedekking in, een prullenbakje, een bezem, eigenlijk alles. We staan nu in een van de legeringstenten. Hier komen de militairen te slapen, de wandelaars. En dit is een tent waar 320 mensen in komen te slapen. Er worden nog compartimenten ingetimmeld. Dat doet de tentenbouwer voor ons. En we krijgen compartimenten van waar 16 personen kunnen slapen. Maar het kamp bestaat niet alleen uit slaapplekken. Er komt nog veel meer bij kijken. En ook met verduurzaming wordt rekening gehouden. Daarom krijgen de militairen dit jaar ook allemaal een eigen bidon en een herbruikbare en opvouwbare beker. Van ontbijt tot aan het bier, alles wordt klaargestoomd voor de komst van de militairen. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog een eetzaal, we hebben een feestzaal, we hebben een, zeg maar een bruin café hier. Nou, dat gaan we ook allemaal inrichten. We gaan een hospitaal inrichten, een brandweerkazerne, een politiepost. Eigenlijk alles wat je in elk normaal dorp vindt. Een feesttent en de Vierdaagse feesten. Van een goede nachtrust is geen sprake. Dat is een goede feestzaal hier. Daar blijven ze zo lang mogelijk hangen. En vaak gaan ze nog de stad in. Dus je merkt wel gedurende de week dat het steeds rustiger wordt s'avonds in de tenten. In het begin maandagavond is het vooral heel veel lawaai. En donderdagavond is het al vroeg rustig. Ja. Ondanks de blaren en vermoeidheid zit de sfeer er altijd goed in op het kamp. Fantastisch. Echt fantastisch. He, waarschijnlijk hebben we dit jaar 38 verschillende landen die hier deelnemen. Ja, dat is één groot feest hier. Behalve dat er gelopen moet worden, is er ook wel verbroedering hier.